In de schaduw van haar verbroken liefde met Peter Gillis heeft Nicole Kremers zich ontpopt tot een mediafenomeen, zij het op een manier die de tongen flink losmaakt. Nadat ze uit de schijnwerpers stapte, heeft Nicole een opmerkelijke comeback gemaakt. Met een carrière switch die zelfs de meest doorgewinterde roddelaars niet zagen aankomen, heeft ze zichzelf heruitgevonden als een digitale verleidster. Juist, Nicole Eken verkoopt tegenwoordig niets minder dan pikante foto's en filmpjes online. Hoewel platformen zoals OnlyFans bekend staan om hun lucratieve mogelijkheden, blijkt het vasthouden van duizenden fans een ware uitdaging. Het vereist constante aandacht van de media, iets waar Nicole nu gretig naar lijkt te hengelen. Met de zomer in volle gang heeft Nicole een gedurfde stap gezet om weer in de spotlights te komen. Samen met omroep Pau Net trok ze naar het strand, maar niet zomaar voor een dagje zon. Nicole en haar team hadden een missie: het doorbreken van het taboe rond Taplus Zonne. Iets wat door de smartphones bijna tot het verleden behoort. Terwijl de cameraploeg van Omroep Pound met Nicoleke langs de strandtentjes aan het lopen zijn, komen ze ineens wel een heel bekend figuur tegen. Het is de Duitse versie van Peter Gillis. De verslaggever van PoundNet ziet dat natuurlijk gelijk en loopt op Petertje af om het wat vragen te stellen. Nicoleke ziet de bui al hangen en gaat er pijlsnel vandoor om deze ontmoeting te ontwijken. Tijdens het gesprek met Petertje blijkt Peter toch nog wel warme gevoelens voor Nicoleke te hebben. Vooral voor haar twee vriendinnen.